Een hele goede morgen allemaal. Zoals je ziet is mijn haar nog nat. Ik kom net uit de douche stappen. Nou ja, niet helemaal, want ik heb mijn make-up al wel gedaan. En ik ga me straks eventjes klaarmaken omdat Larissa hier straks heen komt. Want we gaan heel eventjes samen werken. En ik verwacht ook nog een pakje vandaag, want ik heb iets leuks besteld. En ik hoop dat het vandaag binnenkomt. Maar als het goed is wel, ik heb eventjes de tracking bekeken. En als het goed is, komt het vandaag. Dus dat zou echt super leuk zijn. Want met de inhoud van dat pakketje kan ik misschien een soort van mini makeover doen in mijn woonkamer. Of geef in ieder geval een gedeelte een kleine nieuwe look. Achter mij zit Silly. Je kunt hem bijna niet zien eigenlijk. Oh, hier zit hij. Hallo. En hij is lekker rustig vandaag voor de verandering. Maar dat mag ook wel, want hij heeft mij laatst, even kijken, in mijn gezicht geslagen. Je ziet het nu niet zo goed meer, maar dat deed echt zeer. Dus ik heb al gezegd tegen hem van doe even normaal, doe even rustig. Want dat deed echt pijn. Dat was echt even too much. Nou goed, ik ga heel eventjes een kopje koffie zetten, want daar heb ik heel veel zin in. En dan ga ik even mijn haar feunen en me aankleden. Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Het voelt bijna een beetje als vlogmas. Maar sorry, het is geen vlogmas meer. Maar vandaag hebben we wel weer een gezellige vlog voor jullie. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om deze te zien. Maar ik ben al helemaal aangekleed. Haar soort van gedaan. Al vind ik wel dat het heel erg suf weer inmiddels zit. Make-up gedaan, gewoon standaard. En ik zal jullie eventjes mijn outfit voor vandaag laten zien. Ik heb namelijk een heerlijke trui aan van Stradivarius. En je kan het een beetje aan deze mouw zien. Die is zeg maar wat smaller hier bij de hand. En dan is die heel lekker breed en lang. Het is echt heerlijk om in weg te kruipen. En hij heeft een beetje een collertje. Daaronder heb ik mijn broek van Wrangler. En ja, dat worden dus weer blote enkeltjes vandaag. Maar gisteren was het helemaal niet zo heel erg koud. Dus ik denk dat het wel erg moet lukken. En hieronder doe ik gewoon, denk ik, mijn Vans. Oh ja, en wat misschien wel leuk is om te vertellen. Ik heb gisteren 2 nieuwe pakketjes binnengekregen. 1. En 2. Ik had namelijk laatst een bestelling geplaatst op de website Wish. En dat is een soort van AliExpress eigenlijk als het ware. Dus ik dacht ik wil het een keer uitproberen en ik bestel gewoon even wat spulletjes. En ik heb dus al 2 items binnen. Ik denk dat ik in totaal iets van 8 items heb besteld. Ik weet even niet meer precies uit mijn hoofd. En ik heb dus nu al 2 binnen. Dus dat is in ieder geval super positief. En ik kan je dus alvast vertellen dat er ook nog binnenkort een leuke, of nou ja, binnenkort. Weet je wel, ik moet natuurlijk even alles afwachten. En het zou heel goed kunnen dat ik misschien op het allerlaatste pakket een maand moet wachten. Maar er komt in ieder geval ooit een Wishshop-log op ons kanaal. En ik heb hele leuke dingetjes geshopt voor echt de meest goedkope prijsjes ever. En ik ben heel erg benieuwd wat de kwaliteit gaat zijn, zeg maar. Dus dat wilde ik eventjes jullie vertellen. Kan je daar in ieder geval al op soort van verheugen eigenlijk. In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd om die video op te gaan nemen. Dus deze kan ik alvast eventjes opruimen. En dan moeten we gewoon geduldig afwachten totdat de rest binnen is. Zo, daar ben ik weer. En ik wil je meteen ook eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb mijn nieuwe blouseje aangetrokken van de Monkey. En ik vind hem echt super leuk nog steeds. Ik heb trouwens echt alle kledingstukken van mijn eenzelsbestelling gewoon gehouden. Als je de shoplog gemist hebt trouwens, dan zal ik hem even in het i'tje zetten. Want ja, ik zat eerst een beetje te twijfelen over bijvoorbeeld de panterblouse. Maar die vond ik toch ook wel echt heel erg leuk. Dus ik heb gewoon alles gehouden, ook de broeken. En ben echt heel erg blij met alles tot nu toe. En dit blouseje bijvoorbeeld, daar ben ik ook echt super blij mee. Hij is echt geschikt voor alles. En hij is lekker zwart, maar ik vind het printje ook gewoon heel erg leuk. Dus dit blouseje komt van de Monkey. En ik heb nu heel eventjes voor de comfortabelheid een stoffen flared pants aangedaan. En ik heb nog geen schoenen aan. Dus weer lekker zwart zoals altijd. Maar daar hou ik van. Oh, en super leuk trouwens. Mijn beste vriendinnetje zit op dit moment in Thailand. Zij gaat backpacken voor een paar maanden. En tot nu toe heb ik er nog wel elke dag kunnen spreken. En ze stuurt op dit moment allemaal fotootjes door. Van tempels en boeddha's. En lekker eten had ik al gezien. En ze was ook naar een unicorn café in Bangkok geweest. Super vet. Ik dacht op dat moment echt van oh my god. Ik had daar echt best wel bij willen zijn. Dus die ga ik vanaf nu ook op mijn bucketlist zetten. En ik vind het echt super leuk. Dat ze zoveel kletst en nog doorgeeft en zo. Dus ik ga het ook zeker missen voor de komende paar maanden. Maar ik vind het zo leuk dat ze dit aan het doen is. En ze doet het ook helemaal alleen. Dus dat vind ik ook heel stoer. Ik ga heel eventjes een beetje met haar appen. En dan zie ik jullie zo weer. Waarschijnlijk is Larissa dan inmiddels bij mij thuis aangekomen. Nou, raad eens wie er is. Het is Larissa. Hoi. Surprise. Niet echt een surprise. Verrassing, want ze wist al lang dat je zou komen. En niet alleen Larissa is hier binnengekomen. We hebben ook een pakketje ontvangen. Het pakketje waar we op zaten te wachten. Dus dat is heel erg fijn. Hij ligt hier op de grond. En we gaan nu eventjes samen met jullie unboxen. Nou, hier is de doos. En deze komt van Decennio. Want ik mocht daar namelijk een leuke bestelling plaatsen. En ik heb 2 hele mooie posters uitgekozen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze eruit zien. Even kijken.
Nou, dit is de eerste lijst. Deze is goudkleurig en deze is perfect voor de eerste poster. En dan heb ik nog een andere lijst, die is veel groter. Want ik heb, huge. Ja, ik heb, deze is 50 x 70 centimeter voor de tweede poster. En dan nu het meest exciting gedeelte en dat zijn natuurlijk de posters zelf. Excited! Oeh! Supermooi! Ja, hè? Ja. Ik heb gekozen voor abstracte kunst, omdat ik daar zelf heel erg van hou. En ik ben ook heel erg dol op de kleur donkerblauw en goud. Eigenlijk altijd blauw en wit. Dus dit is poster nummer 1. En de grootte is 40 x 50 centimeter. En zoals je ziet is het dus wit, blauw, goud. Het zijn een soort van verfvlekken. En ik vond het gewoon heel erg mooi. Toen ik het meteen zag, dacht ik van hey. Het doet me ook wel een beetje denken aan de zee. En daarbij passend is deze poster. Hij is echt heel mooi. Ja. Dit was eigenlijk de eerste poster die meteen mijn aandacht trok. En je hebt echt heel veel soorten posters op Decennio. Echt van alle soorten kunst, foto's, abstract, cute dingen. Dit is dan heel erg arty eigenlijk. En ik weet niet, het trok mij gewoon door dat donkere, dat blauwe, dat lichte, dat goud. En een beetje die verdeling van licht en donker of zo. En ik vond het gewoon heel tof. En hij past dus ook een beetje bij die andere poster. Ja. Want het zijn een soort van zusjesposters. Dus ze passen heel erg goed bij elkaar. Maar ze zijn zeker niet hetzelfde. Zeker niet hetzelfde, nee. En ik had wel het idee van ik kan ze dan los van elkaar hangen. Maar ook later dan weer bij elkaar zetten of zo. Dat leek me wel heel erg leuk om het te kunnen combineren. Ik zal wel even in de beschrijving nog een linkje naar de posters toelinken. Zodat je ze makkelijk kunt vinden op de website. Met de posters ben ik echt super blij en ik ga nu ook meteen eventjes kijken waar ik ze in huis kan ophangen. Ik zit namelijk een klein beetje te twijfelen over waar ik hem precies ga hangen. Ja. En ik heb wel expres maten genomen waarbij ik het nog een beetje kan wisselen hier in huis. Maar ik wil eventjes jouw advies, want ja. Je hebt er altijd al met je oog voor. Dus ik heb al een beetje een idee hoor waar ik ze wil ophangen. Dus misschien kun jij ze ervoor houden en dan kan ik een beetje kijken op afstand hoe dat eruit ziet. Zou ik die grote of die kleine pakken? Grote. Oké. Ik zat namelijk een klein beetje te denken om de buffelschedel te vervangen voor het schilderij. Ja, dat is wel heel erg tof eigenlijk. Ja, dat is mooi. Ja, het is wel heel mooi. Oké, dus dat is heel vet. Maar anders, als dat niet lukt, dan zat ik te denken aan de gang. Oeh, is ook wel fris, of niet? Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi staan. Ja. Waarschijnlijk één van die twee plekken. Moet heel eventjes kijken wat handig is. En dan die kleine, moet ik ook nog een plekje voor verzinnen. Tell me where to go. Die kleine vind ik net wat lastiger. Want ik zat of te denken om die grote neer te zetten op de haard. Met de kleine ernaast. Ik vind het te krap. Het is te groot, hè? Ja. Dus anders gaan we voor deze eventjes een ander plekje zoeken. Zo, we zijn nu eventjes verder en ik heb even wat eten gemaakt voor mezelf. Dit is een broodje met filet americain van de vegetarische slager. Die is echt super lekker. Er zit dus geen vlees in. En ik heb hier pompoensoep, die ik laatst zelf heb gemaakt. Hier achter me zit Larissa, die heeft net ook eventjes gegeten, een pastaatje. Maar dat was ze vergeten te vloggen. En ondertussen, net waren wij bezig met een beetje het opnieuw restylen van mijn woonkamer. En daarom ligt de hele tafel vol met spullen. Want het is echt nog wel moeilijker dan je altijd denkt om eventjes snel een leuke nieuwe look te creëren. Maar ik denk dat we het wel voor elkaar hebben. Dus we gaan het je straks eventjes laten zien. Oké, voor de grote poster heb ik gekozen voor deze muur uiteindelijk. Dat vond ik toch wel het leukst. En ik heb net eventjes de boel een beetje gezellig gemaakt eromheen. Zodat het een beetje het schilderij complementeert. En ik vind dat groen ook heel erg leuk staan met het blauw. En ik vond dit gewoon wel echt het mooiste schilderij. En daarom wilde ik hem ook lekker in de woonkamer hangen. Dus dit is wel heel erg tof. En dan heb ik natuurlijk nog een ander schilderijtje. En die heb ik uiteindelijk toch op de gang opgehangen. Want ik vond het wel lekker fris en rustgevend staan eigenlijk. Voor de verandering. Ja. Ja. En als je dan zeg maar hier in de gang staat, dan zie je ze ook beide tegelijk hangen. En dat vond ik ook wel een soort van leuke toevoeging of zo. En we hebben de rest van de gang ook meteen eventjes opgeruimd. Dus we hebben de boel wat opgeruimd, een paar jassen weggehaald ook. En ik heb trouwens dat kistje vervangen voor een witte. Dat is iets meer clean, dacht ik. Maar goed, die andere twee zijn nog steeds bruin. Maar ik wilde even kijken hoe dat stond. En dan aan deze kant heb ik nog een plantje opgehangen. En dan hier het schilderijtje. En that's it. Hey, silly. Wat vind jij ervan? Mooi, hè?
meteen weglopen. Doei! Nou, ik ben er echt super blij mee. Het is een kleine restyling en dat vind ik toch wel heel erg leuk om gedaan te hebben zo nu in het nieuwe jaar. En misschien ben je daar ook wel aan toe. Dan heb ik leuk nieuws voor jou, want wij mogen een kortingscode met jullie delen. En daarmee krijg je 25% korting op posters, met uitzondering van de handpicked posters en ook met uitzondering van de lijsten. En ja, dan kan je echt kiezen uit een hele hoop posters, want zoals ik al eerder zei, niet alleen abstracte kunstwerken, maar ook realistische en foto's en juist hele fun posters en zo. Dus ik zou zeggen, kijk zeker eventjes rond en maak gebruik van de code. Hij is niet zo lang geldig, namelijk vanaf vandaag de 16e tot en met de 18e. De code die je moet gebruiken op de website is Endless, dus voer deze eventjes in voordat je gaat afrekenen en dan krijg jij die 50% korting. Dus ik zou zeggen, heel veel shopplezier. Dan gaan Larissa en ik nu heel eventjes verder wat opruimen, want we hebben er een behoorlijke troep van gemaakt inmiddels thuis. Dat was niet helemaal de bedoeling. En straks gaan we ook nog eventjes de deur uit. Zo, Larissa en ik zitten op dit moment al een tijdje in de zagerij. Dat is een leuke tent hier in Utrecht. En het fijne aan deze zaak is dat ze een open haard hebben. Dat is in deze tijd echt super chill. Het is een beetje een huiskamerhoekje waarin we zitten. Want we hebben hier plantjes en stoeltjes, tafeltjes. Hier zit de open haard en de warmte die er vanaf komt is echt super lekker. Wel echt dat ik er eentje thuis had. Nu heeft Serena er natuurlijk ook eentje, maar daar zitten we nog niet vaak genoeg voor. Maar dan moeten we eventjes gaan pushen eigenlijk, dat we dat vaker gaan doen. Ja, voor de rest zijn we een beetje aan het chillen en koffie drinken. Tara die zegt van het is volgens mij een beetje afgekoeld en ik wil er meer hout op gooien. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Kijk, die zitten dan. Staat straks de hele tent in de hens. Oké, okay, een stukje hout. Hoppatee. Lukt het allemaal? Ik denk het wel. Ik weet niet zeker of het nou mocht, maar het kan wel. En nu hoop ik dat het goed. Oh, zo. Het is gelukt. Wauw, dat loopt in één keer te vlammen, joh. Ik heb twee blokjes gedaan, dat is toch al genoeg? Ja, hij vlamt hem echt meteen. Ik denk dat het prima is. Niet dat ineens, ik heb het nu al heel warm. Wow. Nice and cozy. Nice and toasty. Oh ja, nice and toasty inderdaad. Nu zitten er weer warmpjes bij. Goed gedaan. Oh, we zijn er meteen heel rood, of niet? Ja, nee, dat is, maar komt dat hoor. Volgens mij is het gewoon het licht. Zo, zoals jullie kunnen zien ben ik inmiddels weer thuis. En ik deed mijn brievenbusje open. En ik werd verrast door 4. Het is 8, maar ik bedoel 4 pakketjes. Ik heb hier 1 dus. 2, 3. En nog eentje. En ik zou ze eigenlijk het liefst zeg maar niet willen openmaken. Zodat het straks tijdens de video een verrassing is. Maar omdat ik dus AliExpress en Wish heb besteld, moet ik wel even stiekem kijken. En ik wacht al langer dan een maand op een cadeautje dat ik voor mijn vriendinnen had besteld. En ik heb die dus nog steeds niet ontvangen. Dus ik ben heel erg benieuwd of die bij deze pakketjes erbij zit. Ik weet niet wat dit is. Volgens mij trouwens zit het bij niks van deze pakketjes erin. Ah, dit is een cadeautje voor Serena. En Serena kijkt deze video's allemaal, dus dat kan ik nog niet laten zien. Dus die twee zijn het niet. Dit is het denk ik ook niet. En dit is het denk ik ook niet. Oh ja, nee, sorry. Dit is wel voor een video. Dus die kan ik niet laten zien, maar die kan ik bij de pakketjes leggen die ik vanmorgen had gekregen. Of had laten zien in de video. Dus ja, sorry dat ik eventjes nog heim moet houden. Maar ik hoop heel snel een Wish-shop-log online te zetten voor jullie. Dus stay tuned. Ik ben inmiddels weer thuis en ik ben op dit moment het avondeten aan het maken. En ik ga pineapple fried rice maken met garnalen. Dat is een recept die ik laatst op internet had gevonden. En ook wat ik laatst had gegeten ergens in Amsterdam. En dat is dus gewoon gebakken rijst met curry erdoorheen en garnalen en ananas. Dus ja, ik heb al een tijdje zin om dit recept te maken. Dus ik ga er nu voor. Ik heb hem uitgeprint. In het Thais heet het kaalpad saparot. En ik heb ook een verse ananas gehaald. Speciaal voor dit recept. Ik hoop dat het lukt. Ik denk dat het wel echt heel erg lekker gaat worden. Maar dat gaan we straks allemaal zien. Zo, het is klaar. Het ziet er echt mega goed uit. En zoals je ziet zitten er dus garnalen in. Verse ananas, cashewnoten en nog een beetje tomaat. Bosui en zo. En het was best wel makkelijk te maken. Maar je moest natuurlijk wel een beetje opletten. Ik begon al meteen fout. Want ik voegde kurkuma toe in plaats van curry. Maar ik kon nog snel de rijst eruit scheppen met al die kruiden erop. En toen ben ik opnieuw begonnen. Maar goed, ik heb heel erg veel zin om te eten, dus ik ga dit eventjes op een bordje opscheppen
En dan gaan we het proeven. Dus ik heb tussendoor al wel een beetje geproefd. En ik moet zeggen dat het echt heel erg lekker is. Je moet natuurlijk wel een beetje van curry houden ook. En het is voor de rest best wel tropical. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga nu even een bordje maken en het lekker opeten. En mocht je nog willen weten waar het recept van is, die is van hotthaikitchen.com. Yummy, eet smakelijk. Zo, ik heb eindelijk de video van zondag, dus die hebben jullie als het goed is al gezien, heb ik afgeëdit. Laat me even weten trouwens wat jouw YouTube gedrag is. Zit je zeg maar 1 keer in de week op YouTube en kijk je dan zeg maar alle video's van iedereen die je volgt na? Of zit je bijvoorbeeld elke dag op YouTube of zijn het alleen maar bepaalde dagen? Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat hebben. Het is inmiddels 7:15 en ik heb nog steeds niets gegeten. En dat is omdat ik met mijn vriend heb afgesproken. We gaan lekker pizza's eten bij Da Portara Via. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Het is Italiaans. Ze hebben daar echt serieus goddelijke pizza's. En ik heb er al super lang zin in, dus... Ik had iets van, oké, ik moet nu gewoon gaan. Als je gewoon soms een craving hebt, moet je er gewoon voor gaan. Omdat het anders gewoon alleen maar in je hoofd blijft zitten. Dus ik ga even mijn jas aan doen, de bus pakken. En dan zie ik jullie zo meteen bij het restaurant. Zo, het eten was weer lekker. En ik ga me nu heel eventjes opfrissen. Want ik ga straks de stad in om eventjes een drankje te doen met een vriend van mij. Ik heb hem al een tijdje niet gesproken. En ik heb wel heel veel zin in. Het is altijd gezellig. En we hebben echt veel om bij te kletsen. Ik ga denk ik vooral me even afpoederen. Ik denk dat ik gewoon hetzelfde wel aan kan houden. Ja, dat is prima. Zo, ik ben weer thuis. En ik zet jullie voor de gemakkelijkheid eventjes weer in het keukenkastje. Oh, ik heb echt heerlijk gegeten. Deze pizza's zijn gewoon super dun. Crispy en ook airy tegelijk. En ik had eventjes bedacht dat ik misschien wel als toetje zo'n Oreo'tje neem. Maar dan, dit zijn die Oreo's met chocolade omheen. En volgens mij heb ik wel eens vaker hier berichten over gezien over dat dit zo ontzettend goddelijk is. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben er laatst pas achter gekomen. Het zijn de Oreo White Choc. En dat is dus eigenlijk gewoon een normale Oreo met daaroverheen witte chocola. En wauw, ik ben zo blij dat ik nu eindelijk ken wat dit is. Want het is zo ontzettend lekker. Nou, ik hoop dat jullie het weer gezellig vonden om mee te kijken vandaag. Ik vond het in ieder geval een heel gezellig dagje. Geef me vooral een duimpje omhoog als je hem dus gezellig vond. En of je... En als je onze vlogs misschien wel hebt gemist. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent natuurlijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende. Doei! Doei!